Hey en welkom bij vlog 2. Nou, nu gaat het echt beginnen. Wat staat er nu op de planning om te gaan doen, jongens? Ontbijten. Ja. We gaan zo meteen naar beneden en dan gaan we lekker ontbijten. Mm-hmm. Heel groot buffet waarschijnlijk. Ja, daar ben je echt al lang mee bezig. Denk ik wel. Het enige waar ik hier aan over hoort, oh, ga ontbijten, oh, ga morgen ontbijten. Oh, lekker ontbijten, oh. Het ook over ontbijtpannenkoekjes. Heel de tijd. Ja, hoe gaan we het ontbijt net echt in het echt zien? Ja. Nou, laten we die droom van je maar eens even waarmaken, jongen. Ja. Laten we gaan, let's go! Wat heb jij nou? Kinderen. Heel gezond. Ja. Zijn jullie gelukkig met je pannenkoekenvent? Ja. Wat moest je nou doen? Je moest je hand er gewoon heel erg lang voor houden en een beetje bewegen. Alsof we ze nog niet op hebben. De outfit van vandaag. Weer nieuwe trui. Toch alvast iets. Van de cruise lijn. Maar wij gaan naar Schiphol. Nou. Tasje mee. Oké.
kinders mee, koffers mee en de balie. Dus wij gaan eens zorgen dat we de sleutel van onze auto krijgen. En dan op zoek naar de incheckbalie. Nou, dat is hem. Daar gaan we mee de oceaan over. Ja. Heb je zin in? Tuurlijk. Zo ziet het er niet uit. De gamers. Heb je zin in? Ja, zeker. Volgens mij wordt het vliegtuig ingeladen met koffers. Ja, dat zien we. Ja. Misschien zie je die van ons toch wel voorbij komen. Dat zou echt grappig zijn. Ja. Nog even en we mogen. Nog een half uurtje wachten. Ja, een half uurtje. Half uur. Visjes kijken op Schiphol. Maar ik denk dat we hier ergens
boot moeten hebben. Dus het schip. En dan gaan we met de Wish naar Nassau. Dat is daar. Dat is de eerste dag. En daarna gaan we naar Castaway Key. En dat ligt hier. En vanuit daar gaan we weer terug naar Port Canaveral. Terug naar Orlando. En zodra de meest trieste dag van de hele vakantie komt, moeten we weer terugvliegen. Dan zoeken we weer even uit. Dan vliegen wij eerst naar Frankfurt. En van Frankfurt weer naar Amsterdam. Om weer naar huis te gaan. Ach, maar daar gaan we nog niet aan denken. Dat is niet leuk. Eerst. Maar uit. Maar hier zijn we nu. Dus we moeten nog een stukje. Eerst maken dat we daar komen. Hoe lang moeten we nog? Is niet daar. Zo leuk, hè? Lekker hard. Ze moeten nog een stukje. 5,5 uur, Kian. Verder met mijn film. Kijken waar we dat kunnen vinden. Films. Alle films die je kijkt staan momenteel bij kinderen. Heel erg. Alsof volwassenen dat niet kijken. Ik ga weer verder. Met mijn favoriete Pixar film.
pleasure to be the first to welcome you to Houston's George Bush Intercontinental Airport. Nou, was even wat gehaast zijn, hoor. Ja. Bijna niet gered, maar toch gelukkig net wel. Ja. En nu is de rest nog aan boorden. Met, nou, wat zijn 10 minuutjes vertrekken. En ik denk dat jij dan maar gewoon even gaat slapen. Ja, aan je auto zien, denk ik dat jij gewoon even lekker gaat slapen. En een goed plan. Eindelijk op LAX! Was wel een lange vlucht. Ja. Tenminste, als je alles met elkaar optelt, de reistijd. Zeker. Het is nu zeker. Ongeveer 3 uur 's nachts. Ja, zoiets. In Nederland. Ja. En wij zijn om 6 uur 's ochtends uit bed gegaan. Dus we gaan de 24 uur gaan we aantikken. Lekker hoor. Maar goed. Nog niet klaar. We zijn nog niet klaar. We moeten onze koffers gaan halen. En dan, ik heb een bericht gekregen van Carmel Service. Dat als we de koffers hebben, dat ik dat aan moet geven. En dan weet ik waar we heen moeten. En dan gaan we gechauffeurd worden. Dus ja. Ik ben benieuwd wat we auto we krijgen. Ja, inderdaad. Disney! 5 minuutjes lopen van het hotel. We hebben Magic Bands gaan we kopen. Maar kijk dan! California Adventure! En kijk dan! Disneyland! Och, het voelt heel onwerkelijk om hier te zijn. Nou, we gaan nog even snel een hapje eten. Wordt pizza. En we hebben net Magic Band gekocht. Die hebben we overal nodig. Even kijken. Ik laat ze wel morgen gewoon zien, want we zijn echt kapot. Dus ja.